Hallo, welkom iedereen bij deze video voor de volle maan in Steenbok. We hebben een volle maan op 24 juni. We hebben net ook de zonnewende gehad, het begin van de zomer. Ik heb daar reeds een video over gemaakt. De energie van de zonnewende en ook wat extra inzichten voor lichtwerkers. Ik ga in deze video kort even de algemene energie bespreken, de volle maan en wat je met de energie eventueel kan doen. En dan gaan we nadien nog even kijken via de kaarten, wat ik jullie nog als extra mee mag geven. Om een of andere reden ben ik een beetje nerveus. Waarom weet ik nog niet. We zullen wel zien waar deze video ons brengt. Nu, ik had al vermeld in de vorige video dat dit wel een bijzondere volle maan is. Vooral omdat dat ook de maan van de kortste nacht wordt genoemd. Dus ook de dagen zijn het langst. Er is heel veel licht aanwezig. Het is ook altijd een periode waarin we door bepaalde veranderingen zijn gegaan. En waarin er ons heel veel duidelijk wordt. Waarin er heel veel in het licht komt. Hè. Dus er is een toename van het licht. Dus rond de zonnewende zijn dus de dagen het langste. Heel veel licht. En dat brengt dus heel veel helderheid, klaarheid, duidelijkheid. Dus zaken die lang in het duister hebben kunnen overleven. Zaken die heel lang in dat donkerdere stukje hebben kunnen bestaan. Die worden nu extra belicht. Die worden heel erg duidelijk. Die kunnen zich niet meer verstoppen of niet meer doen alsof. Want het zijn duistere zaken die zich voordoen als iets goeds en dat lukt op dit moment niet meer. Dus door het vele licht kan alles heel erg duidelijk worden. Zien we vooral het volledige beeld van de zaken. We zien de goede dingen, niet onbelangrijk. Hè? Zeker heel veel goede dingen die op dit moment gaande zijn. Ik moet dat toch wel eventjes benadrukken, hè? Want we zien zoveel rondom ons gebeuren. Maar er is een soort van strijd gaande, dat weten jullie, tussen licht en donker. Ik ben daarvan overtuigd, hè, dat het licht telkens wel overwint. Het is ook wel belangrijk dat die strijd tussen haakjes nu wordt gevoerd. Op dit moment is dat vooral op juridisch vlak. Dus dat is iets waar wij niet direct iets aan kunnen doen. Op dit moment is het vooral belangrijk dat we voor onszelf zorgen. Dat wij in een mooie, fijne energie blijven en dat we vooral genieten. Wat trouwens ook in de reading naar voren kwam. Ik denk zelfs de vervolgvideo voor lichtwerkers. Hè. Probeer te genieten van de dingen. Zoek het plezier een beetje op. Maak het warm, fijn en fijn voor jezelf. Ga die dingen doen die jou net wat energie geven. Want het is nu net dat we heel erg kunnen opladen. De dingen gaan ook heel erg snel. Dus als je je energie wil aanvullen, bij het minst dat je iets verandert, iets positiefs verandert, gaat jouw energie ook veel sneller gaan doorstromen. Je kan ook heel veel gaan loslaten in deze periode. Dus als je nog iets te verwerken hebt, of als je nog ergens mee zit, dan maak van deze volle maan en van deze periode gebruik om dat gewoon even aandacht te geven en dan ga je merken dat je heel snel kan loslaten. Dat je het heel snel uit je systeem krijgt. Het feit dat er zoveel licht aanwezig is, dat zorgt ervoor dat heel veel kan gaan groeien. Dat er heel veel kan gaan openbloeien en dat geldt ook voor onszelf. Wij kunnen heel snel gaan groeien. Wij mogen nu gaan openbloeien. We mogen laten zien wat we in ons hebben. Al onze kleuren, al het goede. Maar ook alles gaat in een heel snel tempo. Dus alles wat nu in gang wordt gezet, dat kan heel snel gaan doorgroeien. Dat geldt voor de dingen binnen in onszelf, maar ook wat we ondernemen in ons leven. Maar ook voor wat er in de maatschappij gebeurt. Belangrijk om te onthouden dus, alles wat jij nu aandacht geeft, dat kan heel snel gaan groeien. Dat kan heel snel gaan evolueren. Of het nu gaat om een beetje loslaten of verwerken van dingen, dan kan dat heel snel voor jou. Of als je dingen wil gaan plannen, als je dingen wil gaan creëren,
dan kan je daar ook heel snel het resultaat van zien. In deze periode is het ook enorm belangrijk dat we opkomen voor onszelf. En dat hoeven we zeker niet te doen voor de ander, maar voor onszelf. Het is alsof dat we een stapje naar voren mogen zetten, maar vooral om onszelf een plezier te doen. Om onszelf te erkennen. Ga jezelf erkennen. Ga jezelf die ruimte geven om er gewoon te zijn. Jij mag er zijn. Je mag ook je stem laten horen. Je mag zeggen wat voor jou belangrijk is, waar jij behoefte aan hebt. Zorg dat je op die manier een bepaalde vrijheid hebt. Hè. Zo creëer je gewoon ook een bepaalde vrijheid. En dat gaat ervoor zorgen dat we uiteindelijk datgene zullen kunnen gaan doen waar we goed in zijn. Het is heel erg belangrijk dat we ons focussen op onze eigen energie, wat we in ons dragen, dat we ons openen als het ware en dat we onszelf toestaan om gewoon onszelf te zijn, onszelf te laten zien, dat we opkomen voor onszelf. En dan gaan we merken dat we eindelijk datgene kunnen doen waar we ofwel goed in zijn of wat we heel graag willen. Dus het is een beetje zoeken nu naar de ruimte en de plaats om onszelf neer te zetten, met welke mensen we bepaalde zaken kunnen delen. Dus daar zit nog een beetje een zoektocht, maar dat vind ik net heel interessant. Weet dat je heel veel mensen wel kan bereiken. Als je vanuit jezelf dingen gaat ondernemen, als je datgene gaat doen wat voor jou goed voelt, dat je door net open te bloeien, door net jouw eigen energie te laten zien, dat je heel veel mensen kan bereiken. Misschien zelfs iedereen. Nog steeds belangrijk dat we onszelf losmaken van alle situaties uit het verleden, maar vooral alles wat ons vertrouwen heeft aangetast. Er zit een heel helende energie bij deze volle maan. Daar waar we ons vertrouwen wat zijn kwijtgeraakt in bepaalde dingen, dat kunnen we nu terugwinnen of we kunnen heel mooi een onderscheid maken tussen wat we nu net kunnen vertrouwen en waar we toch even mogen aan twijfelen en wat we naast ons neer mogen leggen. Dingen uit het verleden, dingen die misschien nu nog aanwezig zijn. Dat zorgt ook dat zorgt er eigenlijk ook voor dat die zon die nu net in het teken kreeft staat. Het is een gevoelsteken, een waterteken, dus we kunnen heel veel gaan voelen, heel goed gaan voelen. Dus onze hooggevoelige kant komt wat meer naar voren. En daardoor gaan we voelen wat we kunnen vertrouwen, wat net niet, wat voor ons belangrijk is, wat bij ons past. En daardoor gaan we volledig mee in die nieuwe energie. Dus op een of andere manier zorgen we ervoor dat we al die spanningen loslaten. Ik heb eerder ook deze week, vorige week, een heel korte video geplaatst. Dus een stukje wat ik heel vaak doe bij de vervolgvideo. Om jezelf in dat licht te plaatsen. Dat zorgt ervoor dat je heel veel spanning gaat loslaten. En dat je ook dat vertrouwen in jezelf kan voelen. Vind je gewoon via mijn YouTube kanaal. Dus heel veel stress loslaten op dit moment. Alles wat jou heeft overbelast. Alles wat jou moe heeft gemaakt. Dus deze volle maan helpt ons nog eens extra om te ontspannen, om gewoon te zijn. We zijn nu eigenlijk aan het einde gekomen van een bepaalde periode. Dat is een beetje hoe ik het zie, maar ik heb het net even opgezocht en dat is toch iets wat ieder jaar terugkomt. Dus van ongeveer eind november tot nu, het laatste half jaar, de laatste 7 maanden... we ronden die periode af, dus we zijn in die tijd veel meer met onszelf in contact gekomen, maar niet onbelangrijk. Hè? Dat is ook een splitsing die plaatsvindt in het bewustzijn. Een beetje de kloof tussen wakker zijn en nog wat slapen of je niet helemaal bewust zijn. Dat is ieder jaar in deze maand enorm voelbaar. Die kloof tussen wakker zijn en je nog niet helemaal bewust zijn of totaal niet bewust zijn van de dingen. Dat is enorm voelbaar, enorm zichtbaar.
En dat geeft ons een gevoel van alles of niets. Het is nu alles of niks. Voor mij is het vooral belangrijk dat je durft naar jezelf te kijken. Dus voor al wie de ogen durft te openen, voor al wie durft naar zichzelf te kijken, als je durft te kijken naar jezelf, hè, waar je je in bevindt, dan zal je gewoon de waarheid zien. En nog belangrijker, je zal het vooral voelen. Dus het gaat er vooral om dat we veel meer gaan voelen, dat er ook veel meer is dan wat we effectief met onze ogen kunnen waarnemen. We moeten het kunnen voelen. En als je durft te voelen in alle eerlijkheid, dan zal je dingen ontdekken die je nog niet kende. Dat kan heel positief zijn, misschien iets minder aangenaam zijn. Maar het is ook een volle maan nu die ons helpt om onze veilige ruimte te verlaten, om verder te kijken, om verder te voelen, om ook diep binnen in onszelf nog wat meer te gaan voelen. Want vergeet niet, alles wat je eigenlijk hoort te weten of dient te weten voor jezelf, dat zit in jou. Dus je hebt alle wijsheid, alle kennis, dat heb je in jezelf. Dus je hoeft enkel te voelen en eerlijk te zijn met jezelf. En die splitsing, ik ga het er nog even kort over hebben. Dat is ieder jaar aanwezig, een beetje rond de zonnewende. En we krijgen natuurlijk de kans om te groeien. Dat bewustzijn neemt toe. Dus heel veel mensen gaan hierin mee. Heel veel mensen worden wakker. Dat zorgt, en ik hoop voor jullie dat dat effectief zo is, dat zorgt voor een gevoel van opluchting. Van, datgene wat ik eigenlijk al heel lang voel, dat klopt wel. Of dat wordt mij nu duidelijk waarom ik mij op een bepaalde manier misschien heb gedragen of waarom ik bepaalde dingen zo heb aangevoeld. Een stukje gevoel van opluchting, maar vooral denk ik op dit moment een gevoel van we zijn er bijna. Er zijn zich dingen aan het openen, er zijn dingen aan het evolueren. Door dat licht wat toeneemt, krijgen we het gevoel van ja, we zijn er bijna. We zitten op het juiste spoor, alles gaat de goede richting uit. Het is een beetje die last die van onze schouders valt. Hopelijk kunnen we dan ook een beetje gaan genieten, dat we meer in die ontspanning komen. Dus ook een beetje dat zomergevoel wat al wat meer aanwezig is. Dat kan ervoor zorgen dat je wat nieuwe ideetjes krijgt, dat je zin hebt om wat nieuwe dingen te gaan ondernemen. Maar ook met die zon in kreeft, we voelen veel meer. Nu, af en toe kan dat zorgen voor een beetje frustratie en teleurstelling. Nu, dat kwam ook in de video voor lichtwerkers en de zonnewende naar voren. De kaart van teleurstelling en frustratie. Dus ga daar zeker nog even naar kijken als je daar meer uitleg over wil. Maar tegelijk worden we verlost van iets. En ik hoop voor ieder van jullie dat je dat kan voelen de komende dagen en de komende weken. Dat alles wat ons klein heeft gehouden, dat wegvalt. En dat we eindelijk kunnen gaan groeien. Dat we eindelijk kunnen gaan openkomen. Dus we staan nu wat sterker in het leven. We staan op eigen benen. Het is belangrijk dat we geloven in onze eigen kracht, zoals altijd uiteindelijk. En we gaan steeds meer voelen dat we niks echt nodig hebben buiten onszelf om gewoon gelukkig te zijn en om gewoon volledig in het leven te staan. Nu, voor sommige mensen, het gaat niet voor iedereen gelden, maar het kan inderdaad zijn dat je je nog een beetje zwaar voelt, dat je nog een beetje vermoeid voelt, een beetje futloos. Dat je voelt dat je energie nog niet helemaal goed zit. Weet dan dat je lichaam nog aan het verwerken is, nog dingen aan het loslaten is. Dat is eigenlijk vooral jouw gevoel wat heel sterk naar boven komt. En alle emoties die je in je hebt gehouden, die komen stilaan los. Dat is meestal de reden waarom je een beetje zwaar, een beetje futloos kan voelen. Nu, ik moet hierbij altijd wel zeggen, als die vermoeidheid aanhoudt, ga zeker even naar de dokter, laat eens bloed prikken. Zorg voor voldoende vitamines en zonlicht en zorg voor jezelf. Het is toch nog altijd het allerbelangrijkste. Nu, op gevoelsvlak
Ga even voelen die binnenin jezelf. Hè? Als je nog niet helemaal dat evenwicht hebt gevonden. Waarom hou jij je nog vast aan bepaalde mensen? Bepaalde dingen of situaties? Zeker als je voelt dat dat jou niet echt verder helpt. Dat je blijft hangen in iets. Hè? Dat steeds terugkerende kwam trouwens ook in de vorige reading naar voren. In de vorige video. Wat maakt het voor jou moeilijk om naar jezelf te kijken? Om welke reden kan jij jezelf nog niet volledig lief hebben? Zorg je wel voldoende voor jezelf? Kan je jezelf het geluk wel gunnen? De keuzes die je eerder hebt gemaakt, hè, die je leven hebben gecreëerd, die ervoor hebben gezorgd dat je nu het leven hebt wat je hebt, past dat allemaal wel nog bij jou? Want op een bepaald moment heb je bepaalde keuzes gemaakt. Die waren op dat moment wel goed voor jou. Maar geldt dat nu op dit moment ook nog? Past dat nu nog wel bij jou? En als je nog twijfelt aan jezelf. En je hebt nog steeds de neiging om te zoeken naar iets of iemand buiten jezelf. Om jou een antwoord te geven. Of om het voor jou aan te pakken. Stel jezelf dan even die vraag waarom nog niet voldoende vertrouwen hebt in jezelf. Wat jij eigenlijk nog mist bij jezelf. Neem daar vooral je tijd voor. Het zijn vragen die je jezelf mag stellen, maar laat dat open. Soms komt daar een antwoord op, maar soms ook niet. En ga je automatisch voelen dat de energie zich keert in jezelf en dat dat zich vanzelf oplost. Dat is ook iets wat ik steeds voor ogen houd als ik een sessie geef, een healing sessie. Het hoeft niet altijd duidelijk te zijn waar er een blokkade zit en waarom vooral. Meestal wordt dat gewoon losgelaten en het allerbelangrijkste is dat je het kan loslaten. Sta dat dus gewoon toe. Laat die energie toe. Stel jezelf die vraag van, oh, waarom voel ik me zo? Of waarom ben ik nog niet in staat om mezelf helemaal lief te hebben en gewoon goed en fijn te zijn voor mezelf? Waarom gun ik mezelf nog niet het allerbeste? Laat dat los en dan ga je merken dat je, ja, dat er toch iets in jou verandert. Wat je ook zeker eens kan doen, is gewoon eens overlopen wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Welke dingetjes je voor jezelf nog wat hebt weggedrukt. Nu, voor haast iedereen het afgelopen jaar is een zeer bijzonder jaar geweest. Behoorlijk zwaar, hè? We hebben ons aangepast. En nu zijn we op een punt gekomen waarop we niet echt goed weten hoe we verder kunnen, hoe we verder mogen. En we zijn heel erg aan het zoeken. Dus het is een heel bijzonder jaar geweest. Als dat voor jou mogelijk is, overloop dan even het afgelopen jaar. Waarom jij in bepaalde dingen bent meegegaan. Waarom jij bepaalde keuzes hebt gemaakt. En vooral waar je bepaalde emoties hebt weggedrukt. Waar je jezelf vooral hebt weggedrukt of niet voldoende ruimte hebt gegeven. En dat gaat jou helpen om de dingen te verwerken. Dat is echt die volle maan, die heel sterke energie die jou gaat helpen om daar waar jij het gevoel hebt dat je de dingen misschien anders had kunnen aanpakken, dat je dat beetje schuldgevoel, wat ook al naar voren is gekomen in de vorige video, dat je dat volledig kan loslaten. Dus al die dubbele gevoelens, waardoor je een beetje moedeloos of depressief kan voelen, dat kan je nu met deze volle maan ook gaan loslaten. Dus heel veel wordt duidelijk, ook in ons eigen leven. Dat kan ons nog eens extra duidelijk gemaakt worden. Helaas, soms. Door conflicten, tegenslagen, een gevoel van bedrog. Of het gevoel dat je in een onwerkelijke wereld leeft, zeg maar. Of dat er gewoon heel veel niet klopt. Dat je met dat dubbele gevoel blijft zitten. Of dat je niet echt antwoorden krijgt op de vragen die je hebt. En dat je heel erg aan het zoeken bent naar, ja, hoe zit het nu echt? Hoe zit het nu echt in elkaar? Dus ja, conflictjes, tegenslagen. Ook het gevoel hebben dat je niet helemaal kan verbinden met anderen. Een beetje eenzaamheid, een beetje onzekerheden. Dat zijn dingen die heel normaal zijn in deze tijd. Door net die toename van het licht, dat is niet zo makkelijk om uit te leggen, maar
Het is net omdat we heel veel aan het loslaten zijn, dat we heel even mogen gaan voelen van wie ben ik nu? En dan gaan we merken dat we niet helemaal meer resoneren met de mensen rondom ons, met de keuzes die we in het verleden ook inderdaad hebben gemaakt. En dat zorgt dan een beetje voor wat onzekerheid, eenzaamheid. Maar als je voelt dat iets niet werkt, weet dat je gewoon nu compleet mag loslaten. Het is een beetje inderdaad buiten die vertrouwde, buiten het vertrouwde stappen. Nu, het nu-moment is ook heel belangrijk, hè? Neem nu je kans om buiten het vertrouwde te stappen en te doen wat voor jou goed voelt. Blijf vooral heel erg in het nu-moment en doe datgene wat voor jou goed voelt. Ook al zou je misschien een bepaalde zekerheden kunnen verliezen in de toekomst, het is blijkbaar belangrijk dat we ons heel erg op de huidige energie richten. Dus ga naar je gevoel, je buikgevoel, laat los. Kom volledig bij jezelf en kies ervoor om vanuit jezelf aan de slag te gaan. Laat die energie vooral binnenkomen, ga vooral voelen en de rest gebeurt vanzelf. Dus wat je ook voelt en waar je je ook bevindt in het hele proces, de volle maan gaat jou helpen om je open te stellen, om helemaal open te komen en te gaan groeien. Dus durf te zien toch wat je niet zag eerder, of durf vooral te voelen wat je momenteel misschien nog niet kan zien. Durf dat onbekende ook een beetje toe te laten. Het is voor ons allemaal belangrijk om te weten dat we naar een heel nieuwe manier van leven gaan. Dat het voor ons een heel onbekend iets zal zijn, een heel nieuw iets. Dat is positief, dat is zeer positief. Maar we gaan nog door een bepaalde periode van onzekerheid, dat we nog niet 100% gaan zien hoe de zaken werkelijk in elkaar zitten. En durf dat onbekende toe te laten. Durf daar vertrouwen in te hebben. Een nieuw begin brengt altijd wat spanning met zich mee. Misschien is dat de reden waarom ik mij nog steeds een beetje nerveus voel bij het opnemen van deze video. Maar laat je vooral niet van de wijs brengen door de spanningen. Vooral ook de spanningen van anderen. Wat je op dit moment mag weten, dat zal gewoon naar boven komen. Dat ga je voelen of dat gaat naar jou toe komen. Of je gaat iets te weten komen of je gaat iets zien wat jou verder gaat helpen. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is openstaan. Zoals in de vorige reading. Hè? Stel jezelf open, die vier van munten die eerder ook te zien was in de reading. Het loslaten van het verleden en jezelf openstellen voor meer en voor beter. En blijkbaar is dat ook een beetje het onbekende. Hè? Je zekerheden een beetje loslaten, maar wel erop vertrouwen dat er veel meer goeds naar je toe komt. Oké, dit was al een hele intro, de algemene energie. We gaan eens kijken via de kaarten. Hè? Ik ga mijn camera verplaatsen en kom zo bij jullie terug. We gaan eens kijken wat ik jullie via de kaarten nog mee kan en mag geven. De tarot van het goede was voor mij een hele logische keuze. Vooral met de enorme aanwezigheid van het licht. Hè. Kunnen we ons focussen op het goede, op onze groei, op alles wat de goede richting uitgaat en zo verder. Nu, ik heb zelf ook een fijn iets de komende weken, want op 1 juli bestaat Leni Consulting 10 jaar. Ja, mijn praktijk bestaat 10 jaar. Nu, ik doe al iets langer consultjes, maar volledig zelfstandig ben ik intussen al 10 jaar. Ik ben er best trots op, dat geef ik eerlijk toe. Het was niet altijd even makkelijk, hè. Het is even zoeken geweest naar combinatie tussen praktijk, mensen bij me thuis ontvangen, telefoonwerk, telefonische consulten en dan de laatste jaren ook de video's.
Ik hoop dat ik dit samen met jullie mag vieren. Ik zal nog even kijken wat ik eventueel kan doen. Volgende week of ik iets kan organiseren, vooral voor mezelf. En voor alles wat ik doe. Het energetische werk, het lichtwerk, coaching en dergelijke. De webshop die is iets later gekomen. Maar dat is natuurlijk ook deel van alles. Dus ik hoop dat ik dit een beetje met jullie samen kan vieren. Het is voor mij ook een beetje een bijzonder moment. Ben ik iedereen heel erg dankbaar. Die in mij heeft geloofd, die mij heeft gesteund. Ook al wie ik heb mogen helpen, heb kunnen helpen. Al die mensen hebben ook mij alweer geholpen. Ik heb ook heel veel geleerd van al wie mij heeft opgezocht. Dus ja, ik ben zo, zo dankbaar voor alles wat ik heb gekregen in die periode. Ook alles wat ik daardoor heb geleerd. Hè. Dus dank je wel allemaal om ja, toch die weg samen met mij af te leggen. Ik ga de kristalletjes ook even overlopen. Dit is een stukje Bosnische calciet. Ik heb een groter stuk nog in de webshop. Het is een nieuw ontdekte soort. Ja, dit is een luchtplantje, want daar kreeg ik ook vraagjes rond. Dit zijn Lemurische kristalletjes. De Golden Healer, samen met mijn Golden Healer vlammetje. Dat is eigenlijk bergkristal met kleine hematietstukjes, hematietkorreltjes. Waardoor je die gele kleur krijgt. In sommige gevallen ook een lichtroze kleur. Dus dan krijg je de roze healer. Maar dit is de Golden Healer. En dit is bergkristal. Mijn kaarsje, tweede chakra. Blijkbaar heel erg belangrijk, ook in deze periode. Dus we gaan eens kijken. Wat de kaarten zeggen. Ik ga zo meteen het beeld nog wat verlichten hoor. Maar ik ga eerst even de kaartjes openleggen. Toch de eerste kaarten. En nu voel ik dat ik heel erg aan het ontspannen ben. Dus het nerveuze stukje van daarnet is volledig weg. Misschien was ik gewoon... Ja, nerveus zijn is niet altijd negatief. Hè. Dat is ook iets wat ik heb geleerd met de jaren. Ja, dus soms als er iets nieuws aankomt of we staan voor een nieuw avontuur, dan kunnen we ook een beetje gespannen zijn. Of dat onbekende waar ik het daarnet ook over had. Hè. Zo van, oh, er komt iets naar ons toe. Iets wat we niet kennen en dat kan ons een beetje nerveus maken. Maar dat is daarom zeker niet slecht, in tegendeel. Ga eens kijken. Algemene energie, volle maan in steenbok. Ik ga bij deze video geen vervolgvideo maken, omdat ik er al twee heb gedaan. Hè, bij de inzichtjes voor lichtwerkers en de zonnebende. En ook bij ja, de energie na de nieuwe maan. Maar ik zal de linkjes naar die vervolgvideo's ook onder deze video, onderaan deze video ook nog eens vermelden. Van aarde. De 9 van munten. Dat wil zeggen dat we heel zelfstandig zijn. Dat we heel erg die kracht in onszelf kunnen voelen. Dat we ook voor onszelf kunnen zorgen. Dit is meer het aardse stukje, het materiële, het praktische. Maar het is ook de kaart van onafhankelijkheid, van zelfstandigheid. Voor sommigen ook. Hè. Gewoon alleen in het leven staan, maar zeer positief dan. Hè. Niet afhankelijk van anderen. Voor sommigen ook buiten een relatie gewoon kunnen zorgen voor jezelf, durven zorgen voor jezelf. Wat ik hier heel duidelijk bij krijg met die 9 energie, dus de laatste stap naar een voltooiing, naar het zien van de resultaten, alles wat we hebben gepland, alles wat we hebben gezaaid de afgelopen tijd, dat gaan we heel binnenkort gaan zien. Dus het is een
een compleet gevoel wat ik hierbij krijg, of toch iets waar we naar op weg zijn, een compleet iets. En het is ook alsof dat we komaf maken met iets waar we toch heel vaak aan toe hebben gegeven. Aan toe hebben gegeven of iets wat we eerder hebben geloofd. Het is alsof dat we ergens afstand van nemen en veel meer bij onszelf komen, waardoor we niet meer in die verleiding stappen. Ook als we nog, of als jij misschien nog op dit moment het gevoel hebt dat bepaalde dingen zich nog herhalen in jouw leven, of dat je de neiging hebt om nog steeds in herhaling te vallen, of dat je bepaalde patronen nog niet helemaal kan doorbreken. Blijkbaar steunt deze volle maan ons enorm daarin. Niet meer toegeven aan die verleiding, aan dat oude. We zijn heel onafhankelijk, heel zelfstandig. Nu ga ik het beeld een beetje verlichten. Zo. Ik plaats ook altijd een foto van de kaarten online via de community. Dus als je je abonneert op mijn kanaal, wat volledig gratis is, en dan komen die berichtjes ook in je overzicht. Dus als ik eens een update plaats, dan komt dat ook zo op die manier in je overzicht. Toch altijd belangrijk om mee te geven dat abonneren gewoon gratis is. En tegenwoordig plaats ik ook heel veel via mijn Telegram kanaal, via de chat, wakkere mensen, voor wie op die manier heel veel informatie aan het verzamelen is. Ik zal ook de linkjes onderaan plaatsen. Maar nu ga ik mij volledig op de reading concentreren. En de kat zit er ook bij. Onze Luna, of onze Lou. Ons Loeke, die is er heel vaak bij. Dus het zou kunnen als ze zo meteen op de tafel springt. Dus. Maar ze is er toch zo graag bij. Het bewuste stuk. Dus wat we voelen, wat we weten. Niet onbelangrijk, hè, dat we met die zon in kreeft iets gevoeliger zijn. Haal daar het positieve uit. De zeven van vuur. Dit geeft voor mij aan dat we, inderdaad zoals deze eenhoorn, die hier wat hoger op de berg gaat staan, met die vuurvliegjes er rond, dat we een stapje hoger gaan staan. Dat we durven nee te zeggen, dat we niet meer toegeven aan, aan dat wat anderen van ons verwachten. Dus het is een beetje meer opkomen voor onze eigen energie. Durven zeggen van oké, ik ga verder vanuit mijn eigen energie. Vooral jezelf herkennen. Dat krijg ik daar vooral bij. Jezelf herkennen. Zeven energie is een heel spirituele energie, dus dat wil zeggen dat we heel veel inzichten krijgen in onszelf, waar wij behoefte aan hebben. Jezelf ook eens de vraag stellen, waar geef ik mijn aandacht aan? Wil ik mijn aandacht wel nog aan die dingen geven? Wat is nu belangrijk voor mij? Ik krijg hier een beetje een overgangsgevoel van oké, we laten iets achter ons. We hebben al iets bereikt op dit moment, maar we willen verder gaan. We voelen dat we de dingen in beweging kunnen zetten. Dus des te belangrijker om te gaan kijken, waar geven we onze energie nog aan? Past dat nog bij ons? Willen we ons niet meer op onszelf focussen? Want met die muntenenergie krijg ik ook zo'n overvloedig gevoel. Hè? Zo van, we kunnen nu echt alles naar ons toe trekken wat ons ondersteunt. Dat kan materieel of financieel zijn, maar ook gewoon wat ons een heel rustig en stevig gevoel geeft. Een geaard gevoel geeft, dat vooral. Oké. Het onbewuste. Dus waar we ons nog niet bewust van zijn, maar wat we ergens wel kunnen voelen als we wat dieper gaan voelen. Diep in onszelf. Het is vaak ook een energie die van buitenaf komt, hè, die ons helpt om helemaal wakker te worden, ons helemaal bewust te worden van de dingen. En op dit moment is dit een kaart die ik heel graag zie komen. Dit is de schildknaap van aarde, dus alweer muntenenergie. Dus dat zijn nieuwe ideetjes, plannen maken, er durven voor te gaan. Wat ik daarnet ook al heb gezegd. Durven je veilige zone te verlaten. Dingen, bepaalde zekerheden een beetje achtergelaten. En dat avontuur opzoeken.
Dus een beetje het kind in jezelf, het zorgeloze. Ik daarnet ook zei, hè, vooral in het nu moment. Echt gaan voelen van, wat wil ik nu doen? Wat is nu voor mij belangrijk? Heel opvallend vind ik toch bij deze kaart, is dat deze jongen ook helemaal in het licht staat. Met de vleugels helemaal gespreid. Dus klaar voor een nieuwe start. Klaar om nieuwe dingen te ondernemen. Nu, deze kaart staat ook een beetje voor het onzekere. Zo van, ja, zou ik dit wel doen? Pak ik het wel goed aan? Zijn mijn ideeën wel oké? Kan ik daar iets mee bereiken? Dus al die vragen, die kunnen in ons opkomen. Nu, krijg je er heel sterk bij. Laat je niet van de wijs brengen door anderen. Als anderen zeggen van, nou, zou je dit wel doen? En weet je dit wel zeker? En laat je niet van de wijs brengen. Want we zitten hier met een stevige aarde-energie. Niet ongewoon, hè, want steenbok is ook een aardeteken. Dus zorgen voor jezelf, wat afstand nemen af en toe. Zoals de steenbok die wat hoger op zijn berg gaat zitten. Zoals deze eenhoorn hier. Zich wat gaat afzonderen. Overleggen met jezelf of vooral op dit moment gaan voelen wat je in je hebt en wat je daarmee kan doen. En bij deze kaart krijg ik ook vooral, laat je niet van de wijs brengen door wat anderen denken. Of als anderen zien dat jij nieuwe stappen zet of nieuwe dingen onderneemt. Dan zien ze jou eigenlijk wel in je krachten. Dus laat je zeker niet op andere ideeën brengen, op andere gedachten brengen. Oké. De energie die van buitenaf komt, of die rondom ons aanwezig is. Een zeer helende, rustgevende energie, de ster. Ook hier met de maan op de achtergrond, in een zeer mooie gouden kleur. Nu, dat gouden licht is behoorlijk belangrijk. Ik heb daar een aantal jaren geleden heel erg mee gewerkt. Golden Light Healing. En ik voel dat nu ook heel sterk. Dat is vooral het contact met de zon. Het zonlicht, de warmte. Het zonlicht, wat nu ook heel sterk aanwezig is. Dus als je even de wolken wegdenkt, dan de zon is er altijd. Daar kan je ook altijd mee verbinden. Maar er is een zeer helende energie rondom ons aanwezig. En dat krijg ik vooral op gevoelsvlak. Onderaan de dek krijg ik de 10 van water. Dus de 10 van bekers. Dus ja, je eindelijk goed voelen. Compleet in jezelf. Ik vind dat deze Boeddha zo sprekend is. Hè? Gewoon het plezier. Het is alsof dat de energie rondom ons wil helpen. Om meer plezier te hebben. Om dat evenwicht te voelen. Om positief te blijven, hè? Wel in het nu moment, maar wetende van ja, we zijn op koers, we zitten op het juiste spoor. Laat de dingen gewoon gebeuren, blijf positief, sta open. Stel jezelf open voor wat nog komen zal. Zorg dat je open staat, is toch altijd een thema wat terugkomt. Dus ik ga eens kijken wat ik jullie nog extra mee mag geven. Een inzichtje. Wat kan jou helpen? Wat helpt ons verder in deze periode? En nog eens aarde-energie, de as. Dit is echt een beetje een nieuwe richting. Voor sommigen misschien een andere keuze. Maar een heel nieuwe start. Dus blijkbaar belangrijk dat jullie meegeef dat we een heel nieuwe start maken vanuit meer aarde-energie. Dus praktische dingen. Dat kan zijn dat je dan merkt dat dingen een andere structuur krijgen, een andere vorm krijgen. Maar voor ons ook belangrijk dat we die nieuwe start maken. Dat we ook eens kijken hoe ons leven in elkaar zit. Of dat nog wel goed voelt voor ons. Want we krijgen de kans om... Wat ik bij deze kaart ook had, hè? Alles komt samen, alles valt ook samen. We krijgen een heel mooi geheel. En vanuit die energie kunnen we een heel nieuwe start maken. En dat is die zomerenergie. Zo van, oké, helemaal in het licht gaan staan, ook hier. Ik denk dat het een reebok is die helemaal in het licht staat. Dus
laat dat tot jullie spreken. We staan helemaal in het licht. We zijn klaar om het op een misschien wat nieuwe manier te doen. Hè? Want we hebben wat nieuwe ideeën en wat nieuwe plannen. Een andere manier van denken krijg ik hier ook wel bij. Maar het is vooral aarde-energie. Dus effectief het manifesteren en het concreet maken van bepaalde zaken. En een heel nieuwe start. Dus een inzichtje, weet dat je een heel nieuwe start kan maken. Dat we dat blijkbaar ook samen doen. Ik heb het gevoel dat ik hierbij nog een extra kaart mag trekken. Dus ik ga dat ook gewoon doen. Die nieuwe start, misschien op welke vlakken is dat belangrijk? Of wat kunnen we nog extra doen om dat te verwezenlijken? Of om te gaan voelen van, ja, welke richting mogen we nu kiezen? Hoe mogen we het concreter aanpakken? Eens kijken. Ik krijg de 5 van vuur. Dit is het loslaten van spanning. Alle conflicten, alles wat jou in die tweestrijd houdt, compleet loslaten. Beetje die 7 van vuur, kiezen voor jouw eigen energie. Het oude loslaten. Ik denk dat de 5 van vuur ook in de vorige reading naar voren kwam. Dus in deze deck trouwens een zeer positieve kaart. Die kaart geeft eigenlijk aan dat we ergens doorheen zijn. We hebben heel veel van onze eigen energie weggegeven. En nu komen we heel erg tot onszelf. We komen meer in dat evenwicht. Een beetje zoals dat meisje hier op deze kaart. En we komen heel erg tot onszelf. En we beseffen dat we afstand mogen nemen van alle conflicten, alle stress, alle spanning. We bevrijden onszelf daarvan. En dat gaat ons dan blijkbaar helpen om het op een heel andere manier aan te pakken. Of misschien ons leven een heel andere richting te geven. Voor sommigen kan dat iets heel concreets zijn, zoals bijvoorbeeld een verhuis of een nieuwe job of een nieuwe relatie. Of misschien maak je net een einde aan een relatie of aan een bepaalde situatie. Alleszins, jij stapt in je eigen energie, je laat die spanningen los. Hè? Dus alles wat niet meer bij jou past, alles wat jou niet meer ondersteunt, alles wat jou eigenlijk nu net uit je evenwicht brengt, daar ben je klaar mee. Of daar zijn wij klaar mee. En dat zorgt ervoor dat het nu des te makkelijker is om nieuwe dingen in gang te zetten, nieuwe dingen toe te laten. Oké. En waar brengt dat ons mogelijk heen? Of wat is de komende weken belangrijk? Oh, nog een keertje aarde-energie. Dus die steenbok-energie komt heel sterk naar voren, zeker met deze kaart. Dit is de ridder van aarde, of de boodschapper van aarde in deze deck. Zeer mooie kaart. Het is een van mijn favoriete kaarten, omdat ik heb een ascendant in steenbok, mijn zon in stier. En op een of andere manier doet deze kaart mij een beetje aan mezelf denken. Het is stilaan gewoon een beetje stap voor stap iets opbouwen. Rustig aan. Voelen wie je bent. Het is een iets tragere energie. Maar wel een energie die zegt dat we op langere termijn, dus dat we vooral op langere termijn zorgen voor zekerheden. Dus dat we alles wat we nu doen, stap voor stap, aan een rustig tempo. Voor sommigen belangrijk om dat heel rustig aan te doen. Om een beetje in die rustigere aarde-energie te komen. Dus alles wat we nu ondernemen, dat gaat ons vooral op langere termijn heel veel brengen. Veel meer zekerheden brengen. Dus nogmaals, kies vooral voor datgene wat jou op dit moment een goed gevoel geeft. Laat die zekerheden eventjes los. Want deze kaarten bevestigen vooral voor mij, deze trouwens ook. Het zijn 4 aardekaarten, dus dat we stevig staan. Hè? We staan heel erg in contact met de aarde, met de natuur. Voor mij is dat ook het universum. Dus met het natuurlijke, hè? Dat wat ons ondersteunt. Dus blijf heel dicht bij jezelf wel. Nu, voor mij is dat ook een communicatiekaart, dus dat we... Het is meer algemeen in contact gaan staan met mensen die ons dat gevoel net gaan geven. Dat we heel stevig staan, dat we mogen vertrouwen op onszelf. En dan ook krijg ik hierbij dezelfde boodschap een beetje van laat je niet van de wijs brengen. Als je toch bepaalde stappen zet, dingen in beweging brengt voor jezelf. Of op het punt staat om
dingen te creëren, dingen in beweging te brengen. Laat je niet van de wijs brengen door anderen. Want ik heb de indruk dat heel veel mensen ook nog in een bepaald gevoel zitten, maar dan eerder een beetje een angst. En al wie heel stevig staat vanuit die aarde-energie, al wie er echt voor gaat, vooral in zichzelf gelooft, in het proces gelooft en alles wat er nu gaande is, en die stevige aarde-energie, al wie daar, zich daar heel erg mee verbonden voelt, dat door de mensen die nog in dat onevenwichtige gevoel zitten, dat onevenwicht nog wat hebben op gevoelsvlak, dat die het daar een beetje moeilijk mee kunnen hebben. Met al wie heel stevig staat, al wie heel zeker is van zichzelf en gewoon datgene doet. Dit is vooral deze drie kaarten geven aan dat we heel sterk staan, dat we voor onszelf kunnen zorgen. En ja, ik zie hier vooral een heel voedende energie. Dus de energie bouwt zich op. Het fysieke trouwens ook, niet onbelangrijk. Dus ons fysiek sterker voelen. Onze energie neemt dan uiteraard ook toe. Maar het kan ook zijn als je bepaalde klachten hebt, fysieke klachten, dat je dan merkt dat je dat nu ook definitief kan loslaten. Omdat je heel aanwezig bent in je lichaam, heel bewust aanwezig bent in je lichaam en in het moment. En zeker ook met die helende energie uiteraard. Hè. Die komt wat van buitenaf, dus laat dat gewoon naar jou toe komen. God, een zeer mooie reading uiteraard. Ik wens jullie een hele fijne, volle maan toe. Je kan ook nog steeds mijn kanaal steunen. De steuntjes zijn altijd welkom. Dus ik zal ook de link, de PayPal link en ook de link naar de website vermelden onderaan de video. En voor de vervolgvideo's, die kan je via Vimeo huren of downloaden. Maar voor wie het echt niet mogelijk is om via die weg het te doen, bied ik enkele video's aan via mijn website. Dus daar kan je ook een tijdelijke link aanvragen naar de video of een downloadversie. Dat enkel voor al wie het moeilijk heeft om via Vimeo in te loggen of wat dan ook. Dus wil ik ook nog even meegeven. Nu, de persoonlijke readingjes, ik weet het, ik ga in herhaling vallen. En daar werk ik aan. En ik hoop natuurlijk er heel snel terug nieuwe te kunnen aanbieden. Maar ik wil eerst alle video's verwerken. Want de afgelopen week zijn er weer wat vertragingen geweest voor sommigen. Door de retrograde Mercurius. Dus ja, het internet was alweer wat trager. Dus laten we hopen dat dat alweer een beetje vlotter gaat. En dat ik iedereen zo'n persoonlijke reading kan toesturen de komende week of weken. Vanaf juli doe ik ook opnieuw healing sessies. Dus als je graag een healing sessie hebt, momenteel nog op afstand, dan kan je mij contacteren of via de online agenda een afspraak maken. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, ook voor jullie steun. En jullie horen zeker nog van mij. Geniet van de volle maan, zorg vooral goed voor jezelf. En tot heel snel. Heel veel liefs. Dag!